2, 3, 4, 5, 6. Ik dacht dat ik 7 banden had. Waar zijn mijn banden nou gebleven, kijkers? Oh, hier is ie. Oh, het viel allemaal wel mee. Hallo, beste kijkers. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en oh, wat heb ik hier toch zoveel zin in. Weet je, dat zeg ik volgens mij altijd in mijn intro's van oh, wat heb ik hier zoveel zin in. Maar toch heb ik elke keer weer zoveel zin erin. Vandaag heb ik toch zo'n drukke dag, kijkers. Ah, en ik ga jullie gelijk vertellen waarom. Ik had namelijk een lekkage hier. Kijk, ik heb dit hier. Dit is een lekkage. En hoe we dit op gaan lossen is, dus we moeten even een nieuwe plaat halen. En daarmee kunnen we dit dichtplakken. Dus dat ga ik even doen. Kijk, nu kan ik er ook zo doorheen vallen. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Oh, en heb ik daar zoveel zin in. Oh, ah, ah. Maar goed, mijn auto staat alweer klaar. Dus we gaan heel even langs de schroothoop om even planken op te halen hiervoor. En dat kunnen we natuurlijk alleen op een snel tempo doen, want we hebben heel veel haast. Ze moeten snel. Dus we moeten heel snel gaan. Oké, kijk eens. Nou, hé, we zijn er. Ik heb dus een hele geheime plek. Kijk, het is hier stiekem doorheen zo. En dan naar beneden toe. Ah, maar dit is een plek waar ik altijd wel eens spulletjes haal. Als ik het echt nodig heb, dan kan ik hier altijd een beetje rondzoeken. Aan die kant. Dan kan ik altijd een beetje rondzoeken. Weet je, dan zetten we de auto hier neer zo. En mooi, gaan we even tussen de rommel zoeken hoor. Pionnen, pellets, tonnen, kisten, poephokjes, nog meer kisten. Nou, hier ligt het niet, kijkers. Dan moeten we maar even doorgaan. Even in de doos kijken. Oh, hier zijn nog extra wielen. Nou, die ga ik zeker meenemen, kijkers. Nog meer soort dozen of zo. Ah, weet je wat, misschien moet ik maar gewoon van dit dak platen stellen. Kijk, deze platen lijken er wel een beetje op, hè, kijkers. Zou ik maar gewoon een Wat is dat? Die ken ik helemaal niet. Oh, wat is dat? Oh, auw! Au. Ah, ah. Ah, gelukkig viel ik niet zo van hoog. Ah, ah, mijn rug. Gelukkig heb ik een hele goede rug ontwikkeld. Maar wat is dit, hé? Ah, moet je zien. Wat prachtig dit. Een mooi vliegtuig. Dit is volgens mij een Ohingo uit 1894. Een van de eerste vliegtuigtoestellen die er ooit bestaan heeft. Dat denk ik. Ah, wat cool. Kijk naar het interieur. Ah, nou, ik had het interieur niet helemaal goed zien van hier. Ik denk dat ik maar even moet, in moet stappen. Wow, hij is heel overbelicht, hé. Moet je zien. Het schijnt zo recht in mijn ogen. Ik kan er zelfs met z'n tweeën in zitten. Ah, wat een prachting. Hij staat hier zo alleen. En de motor doet het nog. Dus, wat nou? Nou, hij wordt vast niet gemist, joh, als ik hem even meeneem. Oh, maar dan moet ik hier wel uitzien te komen. Zo, kijk. Nou, oh, oh. Oh, ik heb een goed idee, kijkers. Ik heb zo een goed idee. Oh, 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 oh. Oké, kijk eens, niks aan. Dit ding is niet meer veilig om op te stijgen. Ik haal de panto later wel op. Maar ik weet toevallig dat als ik hier doorrijd, dat ik bij mijn garage uitkom. Dus we gaan even kijken of we daar kunnen komen. Oh, wat is hij ongelooflijk traag, hé, kijkers. Wat is hij traag. Ik ga echt met 20 km per uur. Dat is zo weinig. Zou hij op kunnen stijgen? Ik weet het niet. Oh, hij kan inderdaad opstijgen. Oh, hij is toch helemaal niet goed. Oh, oh, oh. Nee. Oké, dat gaan we dus niet meer doen. Kijk eens, dat gaan we dus niet meer doen. Oké, maar volgens mij is hier mijn garage. Zal ik eens even kijken? Oh, 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 oké. Geparkeerd. Ik ga even kijken, kijk. Oh, nou, dat was makkelijk uitstappen. Als mijn hele moeilijke Henkie-calculaties kloppen, betekent het toch echt dat hij in mijn garage is. Maar dat weet ik niet zeker. Oh, ja, ik herken het hekje al. Deze heb ik laatst weer gerepareerd. Kijk, hij doet het wel. Wel, open. Oh, ik heb hem denk ik te hard gerepareerd. Kijk eens, maar... Misschien dat hij van deze kant open gaat. Nee, nou ik heb hem denk ik te dicht vastgeschroefd. Kijk, hier is mijn garage. Kijk eens, denken jullie wat ik denk? Tuurlijk denken jullie. Jullie denken altijd wat ik denk. We zien allemaal hetzelfde. Mijn geheime plan zal ik nog steeds niet aan jullie vertellen. Maar wat heb ik nodig? Ik heb een moeisleutel nodig. Ik heb een inbussleutel, een hamer, een schroef. Ah, ik heb hier deze velgen nodig. Velgen moeten gemaakt worden voor de motor, zodat de extra... Oh, nee, mag ik niet vertellen. Dat is het geheime Henkie-recept. Kijk eens, we gaan het doen. We gaan hem monteren. Ik heb hier zoveel zin in. Oh, jullie verdienen het om te zien hoe ik dit ga monteren. We gaan er nu naartoe. Zo, op zijn plekje.
We hebben alles klaargezet. Was hij er wel doorheen? Vraag me af. Ik heb het hek trouwens weer gesloopt. Ik had hem net gemonteerd, maar nu heb ik hem weer gesloopt. Nou, even kijken. Past hij er doorheen door mijn garagedeur? Oh, daar gaat hij dus nooit doorheen passen. Jawel, ik kan steken. Let op. Ik kan steken. Zo. 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 Nou, dit is precies goed, toch? Dan gaan we even wat spulletjes pakken. Hij staat er wel helemaal goed. Weet je wat? We halen hem gewoon lekker uit elkaar. We plaatsen hem dan gewoon precies hier. En hier bouwen we hem opnieuw. Althans, met de spullen die we hebben. We gaan hem monteren. Zo, ik leg de laatste spulletjes terug. Oh, pas op dat het niet omvalt. Hier nog mijn reactor uitzetten. Oké, kijk eens. Ik denk dat hij klaar is. Ik heb de hele dag bezig geweest. Of nacht is inmiddels al ochtend. Zijn jullie klaar voor het resultaat? Hij moet alleen nog overgespoten worden. Maar 3, 2, 1. Tjabam! Het is hem geworden. Au, hoe is dit? Au, au. Mijn hoofd. Hoe cool is dit dan? Hier, ik klim er wel even voor jullie op. Ah, dit is toch prachtig, dit ding. Ah, moet je eens zien wat voor motoren die ook heeft. Hier komt het allemaal uit, kijk eens. Ah, hier had ik dus allemaal motorwieltoppen voor nodig. Want nu gaat hij zo snel. Ah, ben jullie klaar voor? Want hij is toch echt lelijk, hè? Maar nu is hij helemaal netjes. Nu kan ik hem overspuiten. De glans zit erop en zo. Dus nu kan ik hem lekker overspuiten. Dat gaan we in 2 seconden doen, want daar ben ik het snelst in. Waar is mijn spuitbus ook weer? Die ligt niet binnen. Waar heb ik die gelaten? Oh, die had ik volgens mij hier op de... Oh, in de bus gelaten. Ik pak hem wel even, hoor. In de bus, zo. Nou, kijk eens. We gaan hem overspuiten. Oké, kijk eens. Zijn jullie klaar voor het resultaat? In 3, 2... Hey, Tos. Dat had ik nog nooit door. 1. Bam. Dit is hem geworden. Oh, wat is hij mooi geworden. Hij heeft gewoon echt de perfecte kleur op het moment. En kijk eens. Ik heb stiekem ook een beetje misschien een ietsie... Pietsie te veel booster aangegeven. En dan gaan we achterkomen. Zien jullie die knop daar, die rode? Dat is de activatieknop. En met die rode knop activeer je denk ik boostputten. Dus eerst doe je die, dan duw je die. En dan doe je volle gas. Ja, vooruit met die hendel daar. Die moet je dan naar beneden trekken. En dan gaat hij zo snel. En dat ga ik nu aan jullie laten zien. Ja, zo, hoppakee, dicht. Nou, die zit erin. Nu moeten we eruit. Wacht eens even. Als ik er niet in kwam, hoe kom ik er dan uit? Ah! Ja, zo hé. Daar paste ik absoluut tussendoor. Dus dat ging helemaal goed. Dat is totaal niet te krap of zo voor mij geweest. Maar ik ben hier nu. En eigenlijk moet dit vliegtuig gewoon naar het vliegveld. Maar waarom, wat ben ik hier aan het doen nou? Wat voor gekke dingen doe ik hier allemaal? Dus we moeten eigenlijk even opstijgen, kijkers. En dan heel voorzichtig naar het vliegtuig vliegen. Of het vliegtuig vliegen. Dus dan gaan we kijken eens in 3. 2, 1, gassen! Oh, dat valt nog wel mee, joh. Ik heb ook nog lang niet de Henkie Boost button ingedrukt. Gaan we omhoog? Oh, wat gaat het goed? Oh, oké, dit gaat goed. Oké, Henkie Boost button. Zullen we hem gewoon even testen? Oké, 3, 2, 1. Oh, dat gaat nog veel snel. Wow. Zagen jullie dat, kijkers? Oké, dit gaat goed. Dit gaat helemaal prima. Niks aan het handje, kijkers. Niks aan het handje. Ik klik er per ongeluk weer in. Wow. Het gaat helemaal goed. Naar het vliegveld, kijkers. We moeten naar het vliegveld. Ik word zo misselijk hier. De boostbutton erin. Er is niks aan de hand. We moeten hem even rustig landen. Even rustig landen. Dat gaat helemaal goed komen, joh. Landen, dat is mijn beste tactiek. Kijk, let op. Zo. De wielen waren ook helemaal nog niet uit. Of in, bedoel ik. Remmen. Kan de klepjes omhoog. Kijk eens. Ik moet even eruit, hoor. Ik ben echt misselijk. Wow, zagen jullie dat? Ik had per ongeluk, ik weet al waarom de boost button zo slecht aan het doen was. Ik had de wielen helemaal niet terug gedaan. De wielen moesten zeg maar in hun klepje. En dan had de boost button gewoon normaal gereageerd. Hier ben ik wel echt heel misselijk door geworden, hoor. Dus ik ga het heel even snel aanpassen, want de wielen wilden niet ingaan. En dan gaan we nog een keer vliegen. Gaan we het gewoon nog een keer proberen. Oké, kijk eens. Ik heb de boost button aangepast. Ik heb alles zo... Recht op je voetjes. Op de voetjes, hé. Blijf eens staan. Oké, ik heb de boost button aangepast. De wielen kunnen als het goed is nu gewoon ingaan. Dus we gaan het testen in 3, in 2 en 1. En ja! Oké, dus... Dan, welke knop was ook weer de boost button? En welke, oh jee, welke was de wielen? Welke was de boost button? Ik denk dat dit de boost button is. Hier. En de wielen zijn in. Oké, kijkers. Niks aan de hand. Dit gaat allemaal goed.
Het gaat allemaal goed. Oké. Niet naar de gebouwen, niet naar de gebouwen. We moeten even kijken waar we heen gaan. Niks aan de hand. Hé, ik heb muis. Ik zag muis. Wacht. Oh, daar moeten we doorheen. Zo. Oké, waar is mijn huis? Hier is mijn huis. Kijk. Hier. Mijn huis. Oké, kijk eens. Ik kan dit. Wow. Oké. Hé, daar is die hele hoge berg. Wow. Ik denk, ik ben pas even aan het vliegen. En we zijn in één keer al helemaal aan de andere kant van de wereld. Kijk eens. Zo, hé. We gaan even kijken, hoor. Hier ben ik eigenlijk nog nooit volgens mij op geweest. Misschien kunnen we erop landen. Wacht, kunnen we landen? Vliegtuig weg heen. Hij ligt ondersteboven. Kijk eens. Nee. Waarom nou, stom ding? Werk nou gewoon. Werk. Stom ding. Wat nu? Kijk eens. We zijn gestrand hierop. Misschien kunnen we hem duwen. Hij wil niet meer verplaatsen. Waar zijn we? We zijn hier boven op die berg, toch? Is hier niet iets van materiaal wat ik kan gebruiken? Volgens mij niet. Volgens mij kan ik hier niet zoveel doen. Wacht eens even, kijk eens. Die kan ik pakken. Ja, die motor kan ik pakken. Kijk eens hiermee. Kan ik... dit is precies het materiaal wat ik nodig heb. Yeah! Oké, dus één. Eentje moet hier staan. Oké, dan gaan we die volgende pakken. Oké, de volgende is precies wat ik nodig heb. Kijk eens dit. Hiermee kan ik zorgen dat ik een soort motor bouw om deze weer om te draaien. En dan kunnen we proberen naar beneden te glijden en kijken of we weer kunnen vliegen en zo. Dus oké, we gaan het proberen. Kijk eens. Zo, hé. Hij staat weer. Dat is toch zoveel fijner. De motor zit er nu in verwerkt. Uiteindelijk zijn die ontploft in het proces van. Maar dat maakt niet uit, want alles kon het aan. We hebben toeschouwers hier. Want we hebben één klein probleempje. Dit is onze landingsbaan. Of opstijgbaan. De lengte van die opstijgbaan, die begint bij het vliegtuig en die eindigt, zeg maar, ik wil niet te eng zijn, maar die eindigt hier. En dit is echt heel stijl, kijk eens. Dus ik hoop dat we dit redden, ik hoop echt dat we dit redden. Henkie Boost moet op tijd worden geactiveerd. Dan kunnen we zo gaan en dan kunnen we gelijk terug zo vliegen naar de stad. Dus we gaan het proberen, kijk eens. Ik ben zo benieuwd of dit gaat lukken. Oké, dan gaan we, kijk eens, we stappen in. We hebben niet veel lang, want kijk, daar zit een steen. En we hebben nog ruimte nodig. En anders gaan we weer een kuiltje in. Dus daar gaan we. De toeschouwers. We worden gefilmd. Zie je, we worden gefilmd. Daar gaan we. In 3, 2, 1. Zo, hé, dat ging net goed. Wacht, trouwens, de pushbutton werkt gewoon. Yo! Dat ging maar net goed, kijk eens. Dat ging maar echt net goed. Nu kunnen we rustig terug naar de stad en proberen te landen. Bij de garage. Ik moet bij de garage landen. Gaat het lukken? Of trouwens, ik kan ook wel thuis proberen te landen. Als je pas dicht bij de grond zit, zie je eigenlijk pas hoe snel dit ding gaat. Hij gaat zo ongelooflijk. Wat gebeurt er met stuur? Wat is er met stuur aan de hand, kijk eens? Zo, opgelost. Ik ben echt de beste monteur die er bestaat. Oké, maar we gaan naar huis. We gaan lekker naar huis. Dus dat is aan de andere kant van de dingen. Dus we moeten er weer doorheen. Ja, zo, dat ging hartstikke goed. Oké, even de boost button uit. Waar is het thuis? Volgens mij is het ergens hier. Ik ben er heel slecht in. Hier, kijk. Daar is het. Waar gaan we dan heen? Oh jee. Ik zie helemaal niks. Omhoog. Oké, waar is het? Even kijken. Hier links. Zien jullie het? Oké. Dus we moeten hier gaan landen. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Landen hier gaat helemaal goed komen. Zo, daar gaan we. En landen. Nou, kijk eens. Dat is toch helemaal goed gegaan. Het vliegtuig is goed geland. We zijn thuis. Kijk, daar ligt hij. Dat is helemaal gegaan zoals verwacht. Precies zoals ik had gedacht dat dit avontuur zou gaan. Maar we zijn lekker thuis weer. Wat fijn is het om weer lekker thuis te zijn. Vliegtuig daar, die staat daar wel goed, toch? Dan kunnen we daar beter... ga eens weg! Die kunnen we daar gewoon laten staan. Dat is allemaal goed geland, niks aan de hand. Dus lekker thuis. Dan kan ik eindelijk weer documentaire kijken over nootmuskaatkoekjes. Die heb ik gevonden. Die heb ik namelijk al 64 keer bekeken. Maar dat vond ik nog niet vaak genoeg. Dus ik denk, ik ga hem voor de 65ste keer kijken. Kijk! Kan ik tijdens de documentaire naar mijn vliegtuig kijken die daar staat. Wat een goed idee van mij, hè? Nou, kijk eens. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe allemaal even een duimpje omhoog. Abonneer allemaal eventjes, want we gaan voor de 75.000 abonnees. Dat zijn er zoveel.
Dus dank jullie wel voor het kijken. Ik spreek jullie later. Glaasje water, tel tot 4. Flesje bier, funkensol en rock'n'roll. Dank jullie wel voor het kijken van deze video. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.